Ja, dit wordt een geile kleuter nummer 1, zoals ik beloofd heb. En ik doe altijd wat ik beloof. Ik weet niet wat het is, maar dingen die ik beloof, daar hecht ik echt heel erg veel waarde aan. Ik vind echt dat je moet doen wat je belooft. Hoofdstuk 1 van 13. Van 13 pagina's. Een geile kleuter. De recente maatregelen die de overheid heeft getroffen zijn niet zo slecht als te veel zeggen. Die klagende vaders hebben mijn sympathie, maar rationaal benaderen blijft de methode. Mij is het ook gelukt. Dat het pijn deed, had meer te maken met hechting dan ook maar met iets om mij heen. Te veel verwachten van onze overheid heeft niet veel zin. Maatregelen, probeer ze eens uit. Ik mag dit schrijven terwijl mijn dochter elders is. Mijn zoon zit boven en door Bach hoor ik zijn internetherrie niet. Als hij het echt te bont maakt, draai ik Beethoven. Dat mag, ook van hem, extra hard. Alles is mijn schuld, achteraf. Zo slim moet ik wel zijn. De reden dat ik dit toch opschrijf, is om andere vaders te laten genieten van mijn domme fouten. Joodse humor is dat je toch lacht. Dat je nu, als vader in mijn geval, voor je geile kind een pasje kan verkrijgen, met enige garantie, CQ, backup, scheelt naar mijn mening wel degelijk. Het kost wel wat, maar denk eens terug aan de tijd, aan wat je betaalde, voordat we die gegarandeerde van overheidswegen afgegeven pasjes hadden. Kortom, een pasje kost wat, maar dan heb je ook wat. Oké. En wat hier staat, dit is mijn traumaverwerking. Hè? Hier doe ik erover dat mijn zoon, die zonder verdoving aan stukken is gesneden. Hè, in Auschwitz hadden ze dan kennelijk nog het fatsoen om gewoon cyankali gas of zo. Waterstofcyanide, maar dan krijg je gewoon... Hè? Mijn vader hebben ze gewoon down genomen met morfine en whatever, een ziekenhuisbacterie of zo. Ja, dat is nog een beetje een leuke dood, hè? Maar je moet maar in de buik van je moeder zitten en dan plotseling voel je bij je voeten voel je een scalpel en dan beginnen ze je tenen af te snijden. Nou, mevrouwtje, één voetje is eruit. Kijkt u maar. En dan mijn moeder zo, de moeder van mijn kind, hè. Oh, één voetje is niet genoeg, hoor. Hij heeft twee voetjes. Is dat andere voetje er ook al uit? Nou, die dokter wil die donkere grot in en hop, dat andere voetje eruit, hè. Ja, ik vond het nogal naar. Dus ik ga nu over naar nummer 2. En dat wordt de geboorte van mijn dochter. Wat een... Oh, die is goed, jongen. Dit is wat ik hier gedaan heb. Overigens voor jullie om uit te leggen. Ik heb hier gelogen. Dit is een leugenarij. Zoals je hem echt wil leren kennen. Dus ik vertel de waarheid. En daardoorheen doe ik fantasie. En ik vertel natuurlijk niet alles. Want dat kan niet, hè. Ik vertel alleen maar wat ik leuk vind om jullie te manipuleren en je even lekker te confronteren met wat het is als je gaat aborteren. Wat gebeurt er dan? Waar ben je mee bezig? Had je niet beter je knieën met een stelletje postelastieken tegen elkaar aan kunnen binden? Oh. En een rubberen onderbroek aan? Dan kan je niet zwanger worden namelijk. En dan hoef je ook dit soort gedoe niet te doen. Dus gewoon voor alle vrouwen. Gewoon lekker gezellig houden. Ik sluit deze af en niet op zijn hamburgers. Want dit is voor Jurk Liesman niet acceptabel. Dit is absoluut over de grens. En ik wil niemand beledigen. Dus bij deze, we gaan op naar nummer 2. Tot zo.